Afgelopen zondag is de zeldzame steppenvorkstaartplevier bij Batenburg gesignaleerd. Ecoloog Jordi Haukes was de eerste die de vogel zag. Ik was hier in de Linde Waard aan het kijken naar kiefieten. Ik was de kievieten aan het tellen en op een gegeven moment vliegen er twee kievieten door beeld met daar een vorkstaartplevier tussen. En uh, ja, ik zag meteen die vorkstaartplevier vliegen en ik dacht van ja, even kijken naar de ondervleugel. Is die zwart? Is die rood? En toen zag ik vrijwel snel dat het een steppenvorkstaartplevier was. Toen heb ik met uh, trillende handjes uh, snel uh, ja, uh, WhatsApp groepen uh, op de hoogte gebracht, mensen gebeld. En een half uur later stonden de eerste vogelaars hier. En uiteindelijk zijn er zo'n 200 uh, personen geweest uh, afgelopen zondag. En uh, op dit moment wordt hij ook nog gezien. Uh, de aantal uh, bezoekers nemen wel af, maar uh, ja, ik denk wel dat er een man of uh, 400 in totaal nu wel zijn geweest. Een van de vogelaars die de Steppenvorkstaartplevier in het echt wilde gaan bewonderen is Jan Houwe. Eentje erbij op mijn lijstje, dat is nog niet zo groot. <laughs> maar die kan ik, ja, hoe moet je dat zeggen, afterven, af afstrepen. Nou, ik moet gewoon zeggen, tot zondag had ik nog nooit van een steppenvorkstaartplevier gehoord. Dus op die manier leer je ook elke keer weer wat bij over wat er allemaal is in die dierenwereld. Jordi Haukes legt uit waarom het bijzonder is dat de vogel bij Batenburg is neergestreken. Ja, uh, het is echt een dwaalgast. Het is, een soort, uh, het is geloof ik de 42ste keer dat hij in Nederland wordt gezien. De tweede keer in Gelderland. Uh, het zijn vogels die broeden echt uh, ja, ten oosten van de Zwarte Zee. Uh, voornamelijk bijvoorbeeld in Kazachstan. Ze overwinteren in Zuid-Afrika. Ja, de conclusie is eigenlijk gewoon dat de vogel in de war is en de verkeerde kant is opgevlogen. Uh, dus het is ja gewoon niet uh, normaal dat hij hier nu is. Vogelaar Jan Houwen vindt het sowieso leuk om eens een andere vogel door zijn verrekijker te zien. Ja, wat hier normaal zit, ja, dat hebben we natuurlijk al allemaal een keer gezien. En dat blijf ik nog steeds wel leuk vinden. Maar ja, als je dan maar een nieuwe ziet, ja, je ziet andere vormen, andere kleuren, ander gedrag. Ja, dat vind ik interessant. De Plevier hoort eigenlijk niet in Nederland voor te komen. Hij zal het wel lastig krijgen komende winter. Uh, nou goed, uh, zijn soortgenootjes die uh, naar Zuid-Afrika zijn gegaan, die hebben een grotere kans op overleving. Uh, maar uh, tot nu toe uh, is die perfect in conditie en ziet het er goed uit. Dus uh, ik hoop voor hem dat hij het gaat redden.